Arne Slot, 1-4 vanavond tegen Antwerpen. En dus gaan jullie door naar de groepsfase van de Europa League. Ja, wat heerlijk. Ja, dat klinkt als een hele eenvoudige overwinning als je dat zo zegt, 1-4. Maar ja, wat is er allemaal gebeurd vandaag? Jeetje. Ja, dit was een wedstrijd die ga je niet snel vergeten, denk ik. Nee, ik denk deze hele kwalificatie van ons voor de groepsfase, die gaan we niet snel vergeten. We moeten naar Enschede, we moeten naar Den Haag, we moeten naar Brussel omdat zij niet in hun eigen stadion mogen spelen. En uiteindelijk is deze ontknoping helemaal te bizar voor woorden. Dus ja, hier gaan we nog wel eens even over naspreken, denk ik. Ja. Als je dit allemaal zo zegt, hoe knap is het dat jullie die groepsfase bereikt hebben? Nou, dat is denk ik een knappe prestatie als je 3 rondes moet overleven. Dat is niet vaak Nederlandse clubs gelukt. Ik weet niet of het überhaupt wel eens gelukt is. Maar ja, dat in combinatie met de leeftijd van de groep. Toch ook de enorme weerstand die we vandaag hier hebben ervaren. Ja, en het feit dat je na 89 minuten uitgeschakeld bent. Ja, wat je dan nodig hebt is een speler die opstaat. En ja, spelers die wat hele grote spelers gaan worden in de toekomst. Die hebben vaak als ze jong zijn ook al een heel speciaal moment. En ik denk dat dat voor Kelvin in de toekomst gaat gelden. En vandaag heeft hij dat bewezen. Want dat doe je met name denk ik op de goal die hij maakt in de slotfase van de wedstrijd? Ja, dat doe ik zeker op. Ja. Dat was natuurlijk echt een ultiem moment waarmee hij ons team, club, indirect denk ik naar de groepsfase heeft geschoten. Want ja, daarna mochten we tegen 9 man door in een half uur verlenging. Dus ja, dat moment is cruciaal. En wat ik al zei, spelers die over x aantal jaren grote spelers zijn. Die hebben vaak in het verleden ook iets bijzonders als dit gedaan. En daar is denk ik dit van Kelvin een voorbeeld van. Ja, je zei net al, lang zag het er eigenlijk niet naar uit dat we gingen verlengen. Want ja, het begin was stroef, hè? Was moeilijk. Wauw, het begin was niet moeilijk. Het was gewoon helemaal weggevaagd door die gasten. Eerste half uur werden we eigenlijk aan alle kanten overlopen. En we hadden van tevoren verwacht dat ze een thuisvoordeeltje zouden hebben met hun supporters. Omdat die hun gek zouden maken. Nou, dat is denk ik ook wel uitgekomen. Ik had alleen wel gehoopt en verwacht dat wij iets vaker voetballend eronderuit konden komen. Nou, dat is eigenlijk niet gelukt. Van de andere kant, het feit dat zij zo'n speltype hebben, veroorzaakt ook dat ze natuurlijk zowel in Enschede als nu 3 rode kaarten hebben opgelopen. Ja, want daar verandert de wedstrijd natuurlijk wel mee, hè, met die rode kaart. Ja. Ik moet heel eerlijk zijn dat ik niet het idee heb dat als we met 11 ter 11 hadden blijven staan, dat we vandaar door waren gekomen. Natuurlijk hebben we de vorige keer en ook nu in de eindfase gezien dat zij steeds moer werden. Dat is ook niet zo gek als je zoveel gas geeft in die fase daarvoor. Maar ik vind het moeilijk om in te schatten of die vermoeidheid ook was ingetreden op het moment dat ze met 11 waren blijven staan. Dus nee, als we heel eerlijk zijn, dan heeft dat ons wel enorm geholpen. Lang blijven jullie op 1-0 achterstand staan en dan komt die goal van Kelvin Stengs. Hoe groot was de ontlading bij jou? Nou, bij ons allemaal denk ik groot. Tegelijkertijd weet je ook dat het nog maar 1-1 is, dat je naar een verlenging toe gaat. En ik heb wel constant het gevoel gehad dat zij ze waren constant op zoek om ons ook nog een tweede gele kaart aan te smeren. En als het dan weer 10 tegen 9 wordt, dan weet je ook niet verder loopt. Dus de echte ontlading als het gaat om een ronde door, had ik pas bij de 3-1 van Tum. Ja, dan is het wel gespeeld. En nu op naar de groepsfase van de Europa League, maar wel denk ik gevoelsmatig 10 jaar ouder. Nou, weet ik niet. Je beleeft zo'n wedstrijd heel intens. We hebben denk ik wederom geprobeerd met allerlei aanvallende wissels tijd te keren. Ik vind het ook vooral ontzettend mooi om zo'n wedstrijd te coachen. Als je de beleving van de supporters ziet, maar ook hoe die gasten tekeer blijven gaan. Beide teams overigens. Nou, dan geniet je daar enorm van. En op het eind, als je nu terugkijkt, denk je zo, is wel even wat gebeurd vandaag. Maar tijdens de wedstrijd geniet je gewoon vooral van wat er allemaal gebeurt.